Na ruim 6 maanden waargenomen te hebben, is kolonel Werner Kuasen op donderdag 27 oktober geïnstalleerd tot bevelhebber van het Nationaal Leger. In de Mimrebuku-kazerne gaf president Chandrika Persat Santokhi als opperbevelhebber aan dat de installatie komt op het juiste moment. Hij legde vooral ook de nadruk op de integriteit van de nieuwe legeraanvoerder. Zoals u dat allemaal vanaf het eerste uur hier meemaakt, zijn we allemaal hier om kolonel Werner Kuasen te benoemen tot bevelhebber van het Nationaal Leger. Een functie die niet voor een ieder is weggelegd, omdat deze bijzondere verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Volgens de bestaande wetgeving moet de bevelhebber erop toezien dat de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname gevrijwaard zijn van enige vorm van aantasting. En zoals in de wet Nationaal Leger van 1996 vermeld, dat de ondersteuning aan het bevoegd gezag ten alle tijde gewaarborgd is. Kolonel, u bent zojuist geïnstalleerd als bevelhebber van het Nationaal Leger. Hoe kunt u dit moment kort omschrijven? Dit moment is voor mij een heel belangrijk moment. Het is een heel zware verantwoordelijkheid. Ik weet welke dus organisatorisch waar het leger voor staat, voor welke uitdagingen we staan. Niet dat ik met gemengde gevoelens hier sta, maar ik weet dat het een heel zware job zal zijn voor mij om samen met het team waar ik leden aangeef, om het leger naar een hoger niveau te brengen. Welke doelen heeft u zichzelf gesteld als bevelhebber? Vanuit het beleidsplan Defensie is er een afgeleide plan in de maak vanuit het leger. En er zijn 4 prioriteiten. Er zijn meer prioriteiten vanuit het defensiebeleidsplan, maar de noodzakelijke waar wij gelijk aan gaan moeten werken is 1. Het investeren in het personeel en het upgraden van het leiderschap. Verder hebben we ook nog dat we de operationele paraatheid gaan opkrikken. En ook nog naar buiten. De president heeft ons gezegd dat het de eerste uitdaging zal zijn dat we het Caribisch gebied mede veilig gaan moeten maken. En dat is ook een van de eerste uitdagingen waar wij voor staan en waar wij gaan werken vanuit het beleidsplan Defensie. Dus er zijn een aantal die ik niet uit het hoofd nu kan opzommen voor u. En waar moet het Nationaal Leger uiteindelijk naartoe? Wel, we moeten transformeren naar een organisatie die in elk geval alle soorten ontwikkelingen kan bijbenen. En dat kan je pas doen wanneer je hebt geïnvesteerd in je personeel en je leiderschap.